Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Met het Mes op tafel, de kennis- en bluffquiz van Omroep Max. Ook op dinsdag natuurlijk bij u. En hij kon ook op dinsdag, Klaas van Dijk, achter de piano. Milou, jij kon ook? Ja, zeker. Jij houdt gewoon het seizoen elke avond vrij. Tuurlijk. Voor mij? Ja. En voor de kandidaten. Ja. Zal ik eens gaan kijken? Doe maar. Milou Frenken, achter de bar. Zo. Dat is een behoorlijke borrel, terwijl het nog zo vroeg op de avond is. Welkom allemaal, meneer Kerkhoven. Ik begin bij u. Komt u vandaan? Uit Den Haag. Uit Den Haag. Waar in Den Haag? Bij het Zuiderpark in de buurt. Oh, wat doet u? Ik werk bij een groot ROC. Ja? En dan werk ik bij de dienst communicatie. En wat moet u dan doen? Vooral veel schrijven eigenlijk. Ja, welke ROC is het? Mondriaan. Okay. Is het leuk werken daar? Zeker, ja. Heeft u nog hobby's waarvan we moeten weten? Ik hou me veel bezig met theater. Ik ben lid geweest van verschillende theaterverenigingen, een musicalvereniging, een operettevereniging zelfs nog. Zingen ook? Ja, ook dat. Ja. Oh, interessant. Ja, maar ga het nu niet doen, dat denk ik niet. Nee, maar heeft u een repertoire waar u erg van houdt? Heel breed eigenlijk, ja. Ik vind het klassiek mooi, maar ook modern. Oké, dus u kan alles meezingen zometeen? Eigenlijk, ja. Een poging doen. Oh, ja, goed. Mevrouw Krommetuin, ook zangambities? Nee, helaas. Helemaal niet? Nee, helemaal niet. Komt u vandaan? Ik kom uit Noord-Limburg. Noord-Limburg is nog toch wel groot. Kunnen we het iets... Dorpje Velden, in de buurt van Venlo. Velden? Ja. Wat doet u? Ik ben werkzaam in de financiële dienstverlening. Ja. En wat is, is dat een bank of een pensioenfonds? Dat is een accountantskantoor. Oké. Okay. Ja. Is het leuk daar? Ja, zeker. Fijne collega's? Ja, absoluut. Okay. Heeft u nog hobby's? Ik ben graag in de buitenlucht bezig. Hardlopen, wandelen, tuinieren. Uitstekend. Nou, dat kan daar in die buurt in ieder geval prima. Ja. Meneer Van der Klauw, uit? Gouda. Gouda. Wat doet u? Ik ben basisschoolleerkracht. Leuk. Welke groepen? Nou, liefst de bovenbouwgroepen. Dus, ik doe in principe alles, maar kleuters liever niet. Ik vind kleuters heel leuk, maar... Liever geen kleuters. Liever geen kleuters. Nee, hartstikke leuk. Want u zit niet aan één school vast? Nee, ik zit sinds het begin van dit schooljaar zit ik in de invalpool. Dus ik kom op verschillende scholen. Ja, veel behoefte hè, aan basisscholen. Ja, er zijn altijd mensen nodig. Ja. Heeft u nog hobby's? Nou, ik ben ook graag buiten, maar ik hou niet van tuinieren en niet van, van rennen. Maar wandelen en fietsen vind ik erg leuk en dan heb ik altijd mijn fototoestel bij me. Dus. Oké, dus je maakt ook foto's van de activiteit. Nou, mooi. Fototoestel nu even op zak houden, want we gaan beginnen. Eerste ronde, 10 euro in de pot. Succes allemaal. Dank u. Het mes gaat van start. We beginnen met een televisievraag. Kijk. Jodie Whittaker neemt als eerste vrouw na 12 mannen de rol op zich van een door de tijd reizende dokter. In welke Britse serie? Geschiedenis. Hoe heette het tuchthuis in Amsterdam waar veroordeelden tropisch hardhout verwerkten? Aardrijkskunde. In welk land ligt het Centraal Massief? En een sportvraag, kijk eens hier. Welke Nederlandse kickbokser verdedigde in Ahoy met succes zijn titel in het zwaargewicht? Legt u de pennen neer. En meneer Kerkhoven zit op de eerste hand. Mag als eerste inzetten. Ja, ik begin met 20. Ik ga niet mee. Een tientje naar het midden, mevrouw Krommetuin. Nou, mijn tientje mag die ook hebben. Genereus. Ja. Kijk eens hier. Meneer Kerkhoven, twee stuks tientje. Yes. Die pakt u maar mooi mee. Dankjewel. Hoe voelt dat nou? Geweldig, ja. Ja, ik kan me voorstellen. De antwoorden nog wel, voor wanneer ieder jaar, hè? Ja. Die dokter die dus voor de eerste in 12 mannen vrouwelijk is, is Doctor Who. Het Rasphuis, daar verwerkten veroordeeld een tropisch hardhout. Massif Central in Frankrijk. Midden in Frankrijk. En we zagen, uiteraard zou ik bijna zeggen, Rico Verhoeven. De succesvolle Nederlandse kickbokser. Goed, we weten van elkaar niet hoe het zou zijn afgelopen als er zou zijn gespeeld.
Dan gaan we de tweede ronde maar doen. 20 in de pot. We beginnen met muziek. Klaas van Dijk, dankjewel. Béla Bartók wordt beschouwd als belangrijkste componist van welk land? Hoe was het ook weer? Kijk, welke serie boeken met zwart-gele kaft legt moeilijke zaken uit aan leken? Bijvoorbeeld wijn, ouderschap of economie voor... puntje, puntje, puntje. Geloof en bijgeloof. Als Nederlandse moslims schrijven over Mohammed, dan staan er vaak de letters VZMH achter. Wat staat dat voor? VZMH. En rekenen en taal. Laatste vraag in de tweede ronde. Schrijf 12/25 in decimalen. Dan mag de meneer. En mevrouw Kommentaar zit op de eerste hand. Mag eens eerst inzetten. Ik zet 20. Maximaal 50. U zet 20 in, ja. Dat wil ik al even zien. Ja, ik ga mee voor 20. Iedereen is mee. Béla Bartók, belangrijkste componist van Hongarije. Wijn, ouderschap of economie voor dummies. VZMH, dat betekent vrede zij met hem. En 12/25 in decimalen. Nou, 1/25 is 0,04. Doe je keer 12, kom je uit op 0,48. Dat is 12/25 in decimalen. Weten we dat? En mevrouw Kommentaar, komen we terug bij u. Mag u opnieuw inzetten? Ik zet 10 bij. Daar maak ik 50 van. Ja, voor 50 ga ik wel mee. Nee. Zou er nog 40 bij moeten? Nee. Mevrouw Kommentaar... U laat het zo. U bent de van tussen. Dat betekent dat meneer Van der Klauw moet zeggen hoeveel die er goed heeft. Ik heb er 3 goed. 3 goed. Dan mag nog 1 keer geld over, hè, meneer Kerkhoven? 20 erbij. Ja, u legt er 40 bij nu. Oh, sorry, 40. Ja, 40 erbij. Ja. Goed. Ja. Ja, vooruit. Hoeveel heeft u er goed? Ook 3. Ook 3. 3 om 3. Zij u, triomfantelijk. Een shootout om een pot van €310. Hand aan de knop, druk. Als u het weet, ik geef u dan de beurt. Levende natuur. Wat is de andere term voor een leproos? Iemand die aan lepra lijdt, meneer Kerkhoven. Melaatse. Melaatse, is goed. Ja. Is goed al. Snel. Ja, hij is snel, hè? Hij weet veel, hoor. Kerkhoven, kijk eens even. Ja. Ja, lekker. U gaat aan de leiding. €950, 690, Kommentijn, 610 van de Klauw. Derde ronde, 40 in de pot. U had het al vast, meneer Van der Klauw. Ik had het vast. Kan het alsjeblieft een beetje opschieten? We beginnen met een filmvraag. Let op. Welke gevangenisfilm uit 1994 van regisseur Frank Darabont staat op de eerste plaats van top-rated movies in de Internet Movie Database IMDb met Tim Robbins en Morgan Freeman in de hoofdrollen? Hoe heet die gevangenisfilm? Schone schijn. Hoe heet een maaltijd die wordt bereid op de Japanse bakplaat? Literatuur. Wie schreef over Winnetou en Old Shatterhand met titels als Winnetou het opperhoofd der Apachen, Het geheim van de witte bison, De vloek van het goud, De bevrijding van Old Shorehand en Afrekening aan de duivelskop? Heb ik ze bijna allemaal gehad, denk ik. En een vraag uit de W-categorie. De W-categorie is deze keer anagrammen. Kijk. Welk dier zit er in napret? Er staan 3 keer 4, 12 antwoorden. Dus we kunnen van start. Meneer Van der Klauw zit op de eerste hand. Mag eens eerst inzetten. 20 euro. Ja, prima. 20. Ja,
20. Ja, 20. Iedereen doet mee. De gevangenisfilm, u krijgt de antwoorden die wij zochten. Top-rated movie bij IMDb. The Shawshank Redemption. Prachtige film. Een maaltijd bereid op de bakplaat heet teppanyaki. Karl May, de Duitse schrijver. En in napret, met die letters kun je een dier maken. En dat dier is de panter. Goed, weten we dat meer van de clown? Mag u opnieuw bieden? Ik trek maar terug. Uw geld gaat naar het midden. U dan, meneer Kerkhoven? Ik doe er 30 bij. Ik ga mee met 30. Blijft u er goed? 3. 3 stuks. Mag nog een keer geld overheen, mevrouw Kommentuin? Minimaal 10, maximaal 50. Nee, ik laat het zo. Want u heeft er goed? 3. Ook 3. 3 om 3. 3 om 3. Shootout. Oké. Okay. Doe maar weer. Daar gaan we. Een sportvraag. Hand aan de knop. Welk nummer staat er op de bolide van Max Verstappen? Wat is zijn nummer? Niemand. 33. Nou goed. Volgende vraag. Wetenschap en techniek dan. Hoe heet de leer van familiewapens? Meneer Kerkhoven. Heraldiek. Heraldiek is het goede antwoord. Een lastig woord. Wist u dat ook, mevrouw Kommentuin? Ja. Nou. Ik dacht Verstappen. Limburg. Ja. Te ver gezocht. Te ver gezocht. Ja, de teppanyaki. De teppan is de pan en de yaki is het gerecht. Dus het moest echt teppanyaki zijn. En teriyaki is een soort... dat het in sojasaus gebakken is. Goed. Is allemaal ook niet makkelijk. Meneer Kerkhoven gaat er vandoor. 1100, houdt u hem wel in het oog? Ja. Van Kromentuin, meneer van de Klauw. Ja, dan is hij weg, hè? 4e ronde. Na deze ronde valt één van u af. 80 in de pot, alstublieft. Ambachten, hoe wordt een oeverbescherming genoemd tegen afkalven van de wand? Meestal van hout, maar kan ook van beton of staal zijn. Noemen we dat? Beeldende kunst. Kijk, hoe heet het gebouw waar de grootste kunstcollectie van Sint-Petersburg is ondergebracht? Wetenschap en techniek. Welke Schotse filosoof en politiek-econoom wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van de moderne economie en van het vrije marktdenken? Hij schreef een economisch standaardwerk, The Wealth of Nations. En een vraag uit de grabbelton. Het is een taal, het is een vrucht en het is een hoge ambtenaar in het oude China. Welk woord zoek ik? Waar komt het daar nog? Ja, daar gaan de pennen neer. In deze 400 zit meneer Kerkhoven op de eerste hand. U mag als eerste inzetten. Ik zet er 20 in. Ik ga mee met 20. Ik maak er 50 van. Ja, dan ga ik mee. Ja, nog 30 Hop. Erbij. Oh, geld vliegt in het rond. Ja. U heeft heel veel geld, mevrouw Kommentuin? Nee. Nee? Dan hoopt u dat het goed afloopt voor u. Ja. U gaat dan naar het midden. De heren krijgen van mij de antwoorden. De oeverbescherming is beschoeiing. Dat zochten we. De Hermitage of het Winterpaleis in Sint-Petersburg. Adam Smith, The Wealth of Nations. Smith dus. En een taal, een vrucht, een hoge ambtenaar in het oude China is mandarijn. Dat zochten we. Nu we dat weten, meneer Kerkhoven, mag u opnieuw inzetten? 20 erbij. Ik maak er weer 50 van. Ja, ga ik wel mee. 30 erbij. Blijft u er goed? 3. 3 stuks. Daar mag nog 1 keer geld overheen, meneer van der Klauw. Minimaal 10, maximaal 40. 40. Anders wordt dat stapeltje zo groot. Ja, prima. 40 erbij. Ja. Hoeveel heeft u er goed? 4. 4 goed, ja. Ik hoef gelukkig geen loop te doen. U loopt even tegen 4 goed aan, meneer Kerkhoven. Het geld gaat naar u, meneer van der Klauw. Pak het eens beet. Want ja, u dat komt hoeft wel uit op uiteindelijk. Ja, ik blijf dan mijn vingers plakken. 870. Meneer Kerkhoven, 880. Ja, mevrouw Kromme-Tuin. Helaas. Ik moet u naar de bar laten gaan. Ja. Naar Milou. Dank u wel voor het spelen.
Wat was de ergste vraag? Er waren er meerdere erg, dus ja. Het waren niet uw vragen. Nee. Met het mes op tafel duikt de vijfde ronde in met twee heren die elkaar precies een tientje ontlopen. Kerkhoven van der Klauw, 8,80 om 8,70. Dat was een lekkere klapper, meneer van der Klauw. Dat was aardig, ja. En het werd tijd. U piekt op het juiste moment, zou ik zeggen. U had beschotting, maar dat is eigenlijk geen beschoeiing. Ja, nee. Zeggen ze het in Den Haag misschien tegen? Ja, zeer duidelijk. Ja. Lokale term. Het gaat tussen u beiden. De vijfde ronde beginnen we met 80 in de pot, als het u belieft. En we beginnen de vijfde ronde met een sportvraag. Let op. Dan Jimmy Casper. De nummer laatst in de Tour. Het is wel een grappig mannetje, maar hij rijdt hier met toch enigszins een besmet verleden van de afgelopen dagen. Ja, wat draagt de wielrenner die laatste wordt in de Tour de France volgens traditie? Literatuur. We krijgen vandaag een exemplaar waar we nog wel vreugde van zullen beleven, zei Maat Suiker, de bovenmeester, toen we vanmorgen op de gang een laatste trekje aan onze sigaren deden. En jij krijgt hem in je klas, Bruis. Hoe kennen we Franciscus Aloysius Gerardus Vrijmoed uit een trilogie van Piet Bakker beter? Aardrijkskunde, hoe heette de streken met naaldwouden ten zuiden van de boomloze toendra's? Van oorsprong een Russisch woord. En geloof en bijgeloof, hoe noemen we een bisschop die meerdere bisschoppen onder zich heeft? De pen mag neer. Meneer van der Klauw zit op de eerste hand in deze vijfde ronde. Mag eens eerst inzetten. 20. Ja, voor 20 ga ik mee. We zagen Jimmy Casper. Tweemaal in de Tour de France werd hij laatste. En dan draag je de rode lantaarn. Franciscus Aloysius Gerardus Vrijmoed, Siske de Rat. De Taiga. En een aartsbisschop. Die term zochten we. Komen we terug bij u, meneer van der Klauw, nu we dit weten. 40. 40 ga ik graag mee. Heeft u er goed? Ik heb er 4 goed. Weer 4 goed. Doen we eraan, meneer Kerkhoven? 20 erbij. Hop. Ja. Ja. Wat zal het dan zijn? Ook 4. Ja, ook 4. Ja. Shootout. Shootout. Op een pot van 320. Goede opening van deze tweestrijd in ieder geval. Hou de hand aan de knop. Druk als u het weet. Beeldende kunst. Wat was de voornaam van de Franse schilder Gauguin? Meneer van der Klauw. Paul. Paul is het goede antwoord. Paul Gauguin. U gaat hem even doen. Ja. Ja, dank u. Dat is een lekker klapje. Pot van €320. Liefhebber van de schilderkunst? Ja. De schilderkunst? Ja. Ja. Vaak naar musea? Ja, proberen regelmatig een museum te bezoeken. En, ja. Okay. 1030, 720. Het verschil wordt iets groter. Let op, meneer Kerkhoven. Ja. Ja. 80 in de pot. Zesde ronde. Daar gaan we. Dan moet ik de volgende blaadje natuurlijk pakken, want het is de vijfde ronde die ik nog voor me had. Ik zag Milou ook al klaarstaan, dus het zal wel muziek zijn. Klaas en Milou. Dankjewel, jongens. Just Breathe, van welke Amerikaanse rockband rond zanger Eddie Vedder is dit nummer? Geschiedenis. Zie hier, met wie was keizerin Sisi, oftewel Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije, getrouwd?
Rekenen en taal op handen en voeten sluipen, zoals baby's doen en soldaten. Welke term kent u daarvoor? En Schone Schijn, welke Franse modeontwerper, kijk eens even, is onder meer bekend door de opvallende BH die hij ontwierp voor Madonna. En zijn exclusieve geurtjes waarvan hij de flesjes in blik verpakt. U mag de pen neerleggen. Meneer Kerkhoven op de eerste hand. Mag eens eerst inzetten. 30. Ik denk dat ik het laat. Ik denk dat ik het laat. Ja, dat is passen. Het geldt meteen naar u. Dank u wel. Aan. Ja, ik snap wel waarom. Maar de antwoorden krijgt u toch nog wel even van mij. Eddie Vedder, jongens. Pearl Jam. Frans Jozef de Eerste. Tijgeren, dat doen soldaten. Ja, bij baby's. Ja, ook tijgeren, ja. En Jean-Paul Gaultier, die zochten we. Maakt het allemaal uit. We zitten in de zevende ronde. Dit is de finale ronde. Meneer Van der Klauw heeft slim gepast, want hij heeft zometeen nog geld op te tellen. Al uw geld, meneer Kerkhoven, gaat in de pot. €800. U houdt €150 over, meneer Van der Klauw. En het recht om één vraag te wijzigen in deze finale ronde. U gooit het geld alle kanten aan, meneer Kerkhoven. Enthousiasme, ik hou ervan. U heeft het recht om één vraag te wijzigen. Krijgt u een vraag uit dezelfde categorie voor terug in deze finale. Ja. Heren, succes. Het gaat om een pot van €1600 en een plek in de finale van deze week van Met het Mes op tafel. We beginnen de zevende ronde met een televisiefragment. Kenny, jij bent de zanger-liedjeschrijver. Ja. Je hebt een nieuw album, 13 in een dozijn, en daarvan ga jij nu een liedje zingen. Niet verstaan. Dat versta ik niet. Maar goed, we hebben niet de hele ochtend, we moeten door. Hier is de geweldige Kenny Hipper met Niet te verstaan. Ja, hoe heet dit nieuwe educatieve ontbijtprogramma voor kinderen? De Omroep NTR omschrijft het als DWDD voor kinderen. Wetenschap en techniek, koolzuurgas zorgt voor de bubbeltjes in frisdrank. Wat is de chemische formule van koolzuurgas? Film, kijk. Welke actrice speelde prinses Leia in de Star Wars films? Overleed op 27 december 2016. En hoe was het ook weer? Op de hoeveelste dag van de maand vindt de reguliere trekking van de staatsloterij plaats? Hou de pennen vast. Verander niets. In deze zevende ronde gaan we kijken. U thuis krijgt te zien welke antwoorden goed zijn. En welke verbeterd zouden moeten worden als die ertussen zitten. En meneer Van der Klauw, die mag dat doen als u wil. Mag een vraag wijzigen. Ik wil graag de derde wijzigen. Vraag 3 gaat eruit. We zochten de naam van Carrie Fisher. Er komt een filmvraag voor terug. Buurman, wat doet u nu? Uit welke film kennen we die uitspraak? De pen gaat nu definitief neer. Ik ga u de antwoorden geven. Het is een hit bij ons thuis, overigens. De Boterham Show. Boterham Show. CO2, chemische formule voor koolzuurgas. Ja, Tatjana Simic in Vlodder. Buurman, wat doet u nu? En de tiende dag van de maand. Dan is de reguliere trekking van de staatsloterij. U had er 2 goed, meneer Van der Klauw. U heeft er 1 veranderd, nu heeft u er goed. Ja, nog steeds, maar 2. En u had er ook 2 goed, meneer Kerkhoven. Maar toen kwam Tatjana ertussen. Ja, inderdaad. En nu? 3. 3 goed. U wint. Het geld gaat naar u. €1600 plek in de finale, meneer Kerkhoven. Kom, we gaan naar de bar. Ja. Leuk. Hoe wilt u betalen? Precies. Polaroid. Weet je dat? Ja. Dan win je dat mee, hè? €1600. Ja. Gered door Tatjana. Ik hoop dat hij volgende week, donderdag, dat hij gaat zingen, meneer Kerkhoven. Ik moet hem een beetje losmaken, dan gaat hij volgens mij meedoen. Dank voor het kijken, graag. Tot morgen gaan we de laatste finalist zoeken van deze week. Dag. Het Mes speelt u ook zelf op telefoon en tablet. Speel tegen uw vrienden of daag een willekeurige tegenstander uit. Poch met uw kennis, bluf uw opponenten van tafel en verover een plekje op de nationale ranglijst. Download de app nu in uw store.